Nou begrawe hulle oom. Sy vrou daar in my wêreld, ek wil nou nie sê waarie, want ek kan nou dat later moeilikheid maak. Nou weet daar, by ons is begrafenis nog 'n groot ding. Amal kom en amal ken mekaar. En die begrafenisrede is nou klaargemaak in die kerk en amal is nou met die motors achter die lijkswa aan. Eerst is met nou die lijkswa dit nog, maar is so geflat, die ou kerdelik, het so zwart rok geskop. Heel pad, die voorste motor van die familie, sy voorscreen is later pik zwart van die olie wat uitskop. Maar in elk geval is so, halen ze hem naar die begraafplaats, nou is allemaal om die graf vergader. Is gewijde oomblikke, bro, die mensen staan met die hoede voor die baas, die vrouwen snik, zulke klein tissuetjes, waar hulle so oprol, een oud later so geheel, het sommer die twee proppen in sy neusgate gesit, dat het maar die snot gesluk het verder. In elk geval, nou staan hulle om die graf. Dominee het nou klaar die laaste gesang gelat sing. Die mense sing mos nog so hartseer altyd. En hier op die end, nou moet die sand op die kus gegooi word. Nou kyk daar, by ons bly is die blomblare soos julle deze dag gooi. Daar gooi die mense nog sand. En ek het al gesien, jy weet hoe slechter die ou vrou was, hoe groter is die klippe in die sand. Wat hulle op die kus gooi. Maar toe kom het nou die oomse beerd en die oom loop buk nou daar, vat nou die handjie vol sand en nou sleep hy so voor en toe, hy is ook al een groot man. Nou buk hy so oor die graf, sy knieën buig nou so tot amper op sy herke sit en hy wil nou nie die sand te hard laat val op die kussie en hy gaan sit nou so om die sand te gooi en die hele gemeenskap staan nou stil vir hierdie hartseer oomblik. En die ou strooi die sandjies so oor die kus. En het allemaal nou dink, hy moet nou terugstaan, toe bly sit die ou so half op sy herke. En die ou steen so in sy kop hang. En allemaal dink, oh, hoe val nou vanavond nog op die kus. En daar staan die ou so stare op en hy skuif so terug. Toe sê hy vir sy oudste seun, hierdie ou jeugknie sal nog vir my in 'n skande bring wat die mense nog nooit gesien het. Danny Niehaus is die baie gewilde Afrikaanse sanger wat daar in Blouberg bly. Hy sê sy pa het op 'n tyd 'n brief gekry van 'n bokkie nou die, 'n oom wat voetbal gespeel het. Hy was op 'n toer gewees, nou lees die brief so. Beste Dana, op toer na Engeland het ons eers in Burundi gestop vir 'n geheime wedstryd teen hulle nasionale span. Jong, dis een willek lot, mense daai. My broer, toe ons die eerste dag binnen reis, staan na een groot bord waarop geskrywe staan. Jy weet soos die welkomborde by ons dorpe. We like our fellow men, medium to rare. Hulle een slot, sê die oom, was 6'13". En so ledig, dat hy nie mag kinders hê nie, want hulle sê die goed sy skaap gevang het. Sy ma was een sport en sy pa een traveler. Die plaaslike mense sê, al wat tussen hom in die universiteit staan, is sy skoolloopbaan. Sy een sister is so al 15 jaar op universiteit. Sy is daar in die bordel sy twee koppe. Hy is so onnozel, soos 'n ruimtereisiger. Hulle tel ons achteruit, jy weet, 10, 9, 8, 7, 6, so, ek gaat laan. Hy het sulke ernstige groen psychedelic oor, soos 'n karoo-brommer. En sy technikale gezicht lyk of 'n swere motte in hom vastgevleed. Sy haare lyk of hy met 'n krekker gekam het. Sulke geel tanne, die goed is so lang as hy vrou my soen, dan klink het so skilpaaie wat paar. Hy het nou die dag toe sy dentist gevra, wat moet hy maak met die geel tanne, toe sê hy trek 'n breinsoe daarby aan. Hy het so 'n plat kop, het lyk so die doringbome by Sand City. Jonge speler, wedstrijd, ek spring tegen een van die manne in die lijn staan so lang. Wie ek spring voor die grond vat, slat hy my tis in die oor, laat ek douwer op my dinges loop sit. Sy vuiste is so groot soos 'n voetbal. Wie sy vingers lyk soos rasjens. Toe ek val, toe trap hy my kop breek. Ons kaptein skryf om, hey jou vark. Hy sê, hey, wie is jou vark? Ek sê, jy jou vark. Toe ek opstaan, lyk my kop soos 'n frisbee, plat getrap. Ek praat tale dat 'n boesman my sal verstaan. Maar daar hou hy so stil soos 'n circus op 'n Sondag. Man, ek is toe lights out. Hulle kry toe 'n nurse daar van Siberië om my by te bring. Sy is so grof. Sy lyk meer na 'n hoogblond moffie.
dat ik nog een dag lang maak of ik lightsout is. Zij voelt mij toen met Jenna Water, Jenna Water, Jenna Water. Die kaptein vraagt, hoe komt Jenna Water? Die dankzij zij, hij kreeg nou twee gens voor die prijs van één. Oxygen en hydrogen. Toen ik bijkom, vraag zij of hij mijn temperatuur genomen heeft. En toen had ook Tommy, ons een vorige man, moest vragen. Nee, ik denk, die is nog eens een talkzak. Van een vorige praat, hij was een vastkop. Maar na een stijve arm loopt, is hij nou een loskop. En na een liesbesiering zong hij ook nog net de hele dag. Lease, release me, let me go. Maar man, ik maak nog mijn brief te lang. Ik wil eindelijk voor jou schrijven van die tour in Engeland. Dat was nou grand. En die hoogtepunt van die tour is ons moest toegenooi naar die Prinsenbal. Ik heb nog nooit zo'n groot bal gezien. Maar dat is daar aan waar het zo'n lekker party uitgedraaid. Wee ons dat bij ou in elke ene stel manchetknopen gekregen bij die prins. O Tommy het sommer zijn manchetknopen bij zijn kortmouw t-shirt gedragen. Londen is zo koud. Ons moest jassen dragen en antifreeze drink. Ons het toen maar die antifreeze samen met die windowline gedrink dat ons oog kan blink. En die plek is zo duur. Ons het meestal in die kerk gezet. Dat is die enigste plek waar je niet hoeft te betalen om in te gaan. Ons eerste oefenwedstrijd was die Oxford. Daar was zo'n groot vark wat mij getorring en getorring het. Hij werd zo'n hanggat gehad zoals een hieningjachter. En zo'n klein kopje zoals een dove kat met zo'n spits neesie zoals een kwart pond kaas. En een dun nekkie zoals een ziek dier. Die klein kopje had die gelbije gelijk zoals Chester zijn naam James Small hem getrapt had. Maar hij had twee boobenen zoals een batterijhoener. Zijn maters was 38, 34, 36. En zijn ander been die cellen. Tik kwam toe en hij praat zo bij je dat met die vieslijkste woorden. En hij praat en hij vloek en hij praat dat zijn tong getein is in die tijd dat ons van die veld afkomt. Ik zei jou, hij heeft gelijk zoals een geboortemerk tussen twee oren. Eigenlijk, ons vrouw is daar samen met ons getoerd. Want ons was belet om op een leeuw maag te gaan slapen. Toen is maar ons vrouw ons op het dieet gezet. Groeten van jou om Bokkie hier in die koude Engeland. Haar oom Kali Hatting, hij vertelt mij nou die dag, nadat hij naar mijn welstand verneemt, een paar stories van zijn kinderjaren. Ik vraag hem eerst hoe gaat het met die tannie. Hij zei, onrustbarend goed, jong. Ik zei met oom, hij zei, nee broer, ik ga gebukken onder die zeningen. Hij vertelt mij toen uit één ochtend, stap hij bij een kroeg en vroeg ochtend, daar zit een dame met een glaas met een drankje in. Hij zei en hij steekt zijn vingers zo in een glas en hij haalt die ijs uit en hij gooit die ijs in die grond stukken. En toen hij die ijs stukken gegooid, toen zei hij, dame, nou dat die ijs gebrek is, kan ik en jij niet uitgaan met elkaar. In elk geval, hij zei, kamp een keer daar in die zee met die tent. En hier laat nog ruk zijn tent en hij schrik om half uit zijn geloof uit. En hij zei, hol om die tent, hier kreeg een jongman op zijn maag liggen met een flits in die hand. Hij zei, jong, wat? Maak jij hier? Hij zei, oma, ga een keer voor mij nooit. Ik zei, hoe kom loop je met de flits? Hij zei, oma, ik moet maar zien waar ik loop. Hij zei, man, ik heb bij mij nooit gelokeerd, ik heb nooit de flits gehad. Die klank zei, oom, dat kan ik zien als ik naar die antiek kijk. In elk geval, die oom Kali vertel mij. Hij had in zijn kinderjaren het hele Hollandse meester gehad op die plaats. Nou, die Hollandse meester was dus nou alle wijsheid en pach gehad. En die man kwam uit Holland. En hij had hem nou vreselijk strepen getrek als kinders. Nou. Je weet, als ze nou met de koe melk, dan maken ze die oude in een bal zit. Als ze met die dag loopt paard rijden, dan geel die oude paard wat nog nooit gereisd. Zo kwam hij toen een dag uit die veld uit met die voorlaaier. Hij had nou een bok geschiet, die bok hang nou aan een bamboespaal over de schouwers. Nou vraag meester, waar had je dan die bok gekregen? Nee, zei de meester, ons het die bok geskieten. Oh, zei meester, hij zal toch ook graag een bok geskieten. Hij zei, nee meester, maar ons zal van meester die geweer lei. Nou kijk, broer, nou leile die voorleier. Zes plezies en zes korte kreet en zes korte lopers. Die oude vrouw ook later. Hoekom leie je hem dan zo bij? Hij zei, nee meester, ons leie hem nou zes korte. Want meester zal maar zes keer kan schieten. Maar die meantime wil hij die geweer met die ouse blad afschop. Nee, ouse toen nou veel toe met die geweer.
Man, laat marag toe gaan daar skoot in die berg af. Wee, dis soos oordeelsdag. Die wolke begin toetrek. Wee, die katte en die hoenders en die honde hol verskuiling. Die vensterrame ratel hier onder in die ou plaashuis. Die ou boer kom hier met die melkemmer van die kraal af. Hy skrik hom uit die melk uit. Hy vra vir die kinders, wat gaat aan? Die kinders sê, nee, meester het 'n bok geskiet, vader. Toe weet die ou man. Hy het ou meester 'n streep getrek, want dit was 'n verskriklike skoot. Ou het die perd daar en die ou die berg daar uit nou in die rigting waar die klank afgegaan het. Hier kry jy ook vir meester. Meester lê lights out hier in 'n bos. Die ou gesig, gesig is pik swart van die kruit. Die ou se gulp het heel oop gebars. Die ou geweer lê daar in kan die loop as geflare soos 'n skirt. Hy dink meester is dood. Hy voel gou hier by meester se nek. Nee nee, waar hy klop dan nog. Maar toe hy buk om die geweer op te til. Dus kom meester by die ou sit so reg op in die bos. Die ou is heel verwilderd. Die hare staan alle rigtings. Die ou sê, moet dat toch nie aanraken. De vuilgoed moet nog 5 keer donderen. Ons Afrikaners is met vreselijk lief vir feeste. Volksfeeste. Jy kry in hierdie land visfeest, aardappelfeest, brandewijnfeest, kersiefeest. Ek kry omtrent 1000 keer een jaar by feeste op. So in de oude jare het ons nog die gelofte dagfeest gehad, wat is eindelijk nog altijd moet hee. Maar die oom sê dat hulle nou sommer die geloftefeeste onder die bome gehou op 'n plaas aan gebrek aan lokale. Nou dan kom hy nou altijd op die laaste dag een spreker, groot zwart motor van die Kaap af met 'n vlag op. Kom die vername man nou daar aan, dan kom allemaal nou so van hulle tente afgestap, met hulle stoelietjes om nou die man te kom luister. Toe allemaal nou min of meer sit al, toe kom hy so'n grove antie, met een voortrekker rok en met haar riempistool, en sy kom plak haar recht voor, met die groot kapie op. Nou, jy weet, dis warm, dis december maand, dis so warm, een kind sy melktanne raak in sy bek sier. En die honde en die arme katte en die hoenders is verwilderd, want hulle ken nie so baie mense op die plaasie. En hulle wil dan ook daar tussen die mense wees, want hulle ruik nou alle koossoorte en goeders daar. Was daar so'n klein hondje, hy loop ook so rond. Sy steert hang so tussen die benen, hy snuffel hier, snuffel daar, soek een dingetje om te eet. Maar die antie toe sê die oom, sien hy sê, lig die rok so, dan pomp sy hem so een paar keer, seker nog vir bietjie lig om in te kom, want is warm. En die tyd waar die hondje weer so voorbij haar stap, wat sy die rok weer so oplig, toe is die hondje onder. En sy dat sak, die zwaar rok, nou sit die hondje onder die stoel. Hy sê, nou kyk hy die antie. Dit is hem ook die lankie. Hier skuiwe die antie dus, hoe effens die kant toe. Die antie spring so half op en dan skuiwe sy weer die kant toe. Hy sê, maar dit is nou onstichtelike bezigheid. En die antie ruk weer so slag so. Sy skuiwe op die stoel, sy het ook nog maar net een riempie om achter te skuil. En die lankie toe sak sy so af en sy steek haar hand so onder die rok en sy tel die rok op so. Sy sleep die hondje hier aan sy achtervoet uit. En sy swaai hem so met die groot arm met die mazzel wat onderhang. En sy gooi hem so oor die eerste 3 rye mense. Sy sê, voet sê, veel goed, loop, reik jou eie finesse.